Bruggen zijn een belangrijk onderdeel van ons Nederlands wegennetwerk. Dagelijks rijdt er veel verkeer overheen en varen er veel schepen onderdoor. Een onmisbaar onderdeel voor de bereikbaarheid van ons land. Bruggen die worden kunstwerken genoemd omdat in de ontwerpfase vaak veel aandacht wordt gegeven aan de vormgeving. En het is in een landschap altijd een opvallend object. Dus daarom noemen wij ze kunstwerken. Veel bruggen zijn gebouwd in de jaren 50, 60. En in de tussentijd is de verkeersbelasting toegenomen. De vrachtauto's zijn veel zwaarder geworden. En de bruggen ja, die zitten toch wel een beetje richting het einde van hun levensduur. Daarom is onderhoud superbelangrijk. Om de betrouwbaarheid en de veiligheid te kunnen waarborgen, ook in de toekomst. Wij merken dat de kennis en kunde bij de opdrachtgevers verdwijnt. En die kennis en kunde wordt gehaald bij de aannemers. Zij springen steeds meer in dat gat wat door de vergrijzing ontstaat. Ook Slangenstaal opereert steeds vaker als gespecialiseerde partner binnen een multidisciplinaire combinatie. Zo zijn ze op dit moment bezig aan het herstel van een monumentale brug uit Edam. De brug stamt uit 1922 en door het intensieve gebruik is de brug behoorlijk versleten. Daarom moet die gerenoveerd worden. Wij hebben van de gemeente Edam-Volendam opdracht gekregen om dat uit te voeren en het monumentale karakter te behouden. En vervolgens gaan we hem ook nog eens moderniseren. Hij was handbediend en daar maken we een elektromechanische aandrijving op, zodat de brugwachter niet meer met de hand de brug omhoog hoeft te draaien. Wij renoveren de brug compleet, waarbij alle monumentale delen en het karakter wordt behouden. De meitorens aan de zijkant van de brug die worden compleet vernieuwd. Die waren zo slecht dat deze niet hergebruikt konden worden. De klinknagels worden weer aangebracht, zodat het karakter van de brug blijft behouden. De uitdaging is de brug te renoveren binnen de grenzen van het monument. En daarbij zonder concessies te doen aan de veiligheid en de duurzaamheid. Mijn tip is, probeer een zo flexibel mogelijke organisatie op te zetten. Niet alleen qua personeel, maar ook qua mogelijkheden.